Volgens mij is dat die spier in je vagina. Dus dit is ook het unicum. Gideon is dicht. En ik ben lekker met Ant het hele weekend op pad, want Richie is een weekendje weg. Sydney is even voor een morning napje in slaap gevallen. Wij wilden dus even bij Gideon gaan snuffelen, maar we wisten al wel dat we te vroeg waren. Die gaat over 40 minuten pas open, maar we dachten we checken het even. Dan gaan we dus eerst koffie drinken, dan even een rondje doen hier, dan misschien weer sla eten. Lekker, goed idee. Ja, maar dat weet ik niet zeker, omdat hij pas laat open gaat, liggen wij alweer thuis in bed. Nou, Ant en ik slapen ook altijd even tussen de middag. Zondagochtend. Nou, Gideon is open. Ik zie dat ze nog wel aan het uitladen zijn. Dus ik hoop niet dat we te vroeg zijn, Dom. Weet ik niet. We gaan het zien. Morgen. Tata. Tata. Oh. Dit is mijn lievelingstafeltje, Dom. En er zijn alle vintage hier. Oh, wat is dit? Oh, mooi. Dit. En wat ik zoek, lakens dus voor lange mouwen. Ik kan niet op beeld. Ik heb wel best. Nee. En een jasje wat afslankt. Weer toch vreselijk. Oh, oh, staat hier weer mooi spiegel. Ik ben geïnspireerd, hè, door de sap, door de juice. Donsie, jij wil dat shirt kopen voor jouw neefje, hè? Ja, voor mijn neefje. Met hier zitten allemaal kleine zeepaarden. Dat is toch leuk? Kan niet op netjes. Ja. Gaan uit eten gaan of zo. Zo is het. De prijs staat er nu op, 25 euro. Dat betekent dat toch wel veel mensen hebben gevraagd wat die kost. Zit nu even een nieuw jasje. Mooi zomerjasje. Weet je maar hoe laat is het? Ja, nu hebben we dus nog steeds de hele dag. Ja, welke Ant heeft een hele mooie winterjas. Misschien is het wel leuk om die even te laten zien. Ja, zo. Zeker. Want anders zien ze hem nooit meer terug. Een gips jas met een mooie zachte schouderlijn. Hè? Dit is zo'n raglan. En dan met dit aangerimpeld en hier van die borduurseltjes. En het weegt niks. Het weegt niks en het is wel heerlijk. Staat jou warm. Het doet mijn huid heel goed. Maar dit is een soort wijnrood. Hè? Het is niet Bordeaux. Nee, het is echt prachtig. En dit vind ik ook leuk. Zijn vrij korte mouwen. Ja, het is cute. Ja. Ja, mooi hoor. Ontzettend leuk. Ja. Nog even zo close. Ik heb deze rok heel veel aan, hè. Terwijl ik toen nog twijfelde, gelukkig ben ik teruggegaan. Want wat het is, hij zit heel lekker omdat hij heel licht is. Dus nylon. Luchtig omdat hij niet nauw gesloten zit. En lang. Waardoor ik dus niet het idee heb van, oh, het is te bloot. Ik ga nu naar een afspraak met een potentiële samenwerking. Ook weer iemand die ik zelf heb benaderd. Daarna heb ik een event van Spice PR. Kegel training. Volgens mij is dat die spier in je vagina. Die na de bevalling niet al te best meer is, meestal. Volgens mij gaan we hele leuke opdrachten doen. Op oefeningen. Ik neem mijn camera mee. Ik heb een sportoutfit mee. En ik zie Sebas daarna, jongens. Het wordt een hele leuke dag. Yo, jullie zien niks. Ik heb mijn nagels net gedaan. Maar jullie kennen deze kleur. En ik heb dit juiceje gekocht bij Albert Heijn. Deze heeft dus echt weinig fruit. Alleen een beetje appel en limoen. Dus als ik een sapje moet halen, haal ik deze voor groente. We moeten even erop, hè? Ja. Hey! Hoe ging de meeting? Nou, goed.
hartstikke leuk. Ja, ja. De tenen klikken hadden wij. Ja, dat is heel gezellig. Ja. Ja. En dan ben ik extra trots dat ik dat contact heb gezocht. En dat ook blijkt dan echt. Ja, ik ben blij dat je echt zo bent. Ja, oh. Ja, helemaal leuk. Jullie zien hier dus binnenkort meer van. Oeh. Nou, dit is dus helaas geen plek waar ik ga vloggen. Want er gaan allemaal mensen sporten. Plus het zijn allemaal vrouwen met misschien dat de privacy, weet je wel, wat betreft het product. Maar ik heb ook niet de goede schoenen aan. Ik dacht, we gaan gewoon zo yoga doen. Ik kan wel op blote voeten, maar iedereen heeft sportkleding aan. Ik heb geen elastiekje mee. Nee, ik ben in ieder geval bij Casey Moves. Ik ga even mijn spullen in het kluisje leggen. En dan gaan we beginnen. Leuk, een paar lichte oefeningen. Maar ik ging net helemaal door het slijk met een ongetrainde body. Keiharde workout met allemaal pelvic muscle oefeningen. Heel leuk, bar. Dus echt, oh jongens, jongens, jongens. Het was een leuk middagje en ik ga nu naar Sebas. Nou, ik stond bij Sebas voor de deur aanbellen. Deed niet open, dus ik belde hem. Was hij niet thuis? Nou. Dan ben ik altijd heel blij. Want hij was de afspraak vergeten. Maar dat betekent dus dat ik ook een keer de afspraak kan vergeten. Zonder dat er meteen de doodstraf op staat. Dus eigenlijk vind ik het niet erg. Maar we gaan heel binnenkort wel afspreken. Richie is very interested of course in what I just got. Oh yeah. Charmy. I'll cut that bit out, won't you? Dit apparaat kan je dus inbrengen. Die registreert dus of je muscles aantrekt, aanspant. This is the charger and the case. They call this a tail. Yeah. They bring you put this in the vagina. This stays out, and then you have the app, and it registreert what you're doing. Oh, it's so nice. Yeah, it's a medical silicone. It's like a little zaadcel. Yeah, a little sperm. Yeah. Nice. Okay. Put it in. The wheel. Shout out. The wheel. Nah. Okay. Yeah, cool. Ja, ik ook. Je moet toch veel hebben dan weer. Ik haal Floortje op van huis. Sydney zit hier. Sydney. En we gaan naar Katie Gottlieb Oosterpark. De herdenking en viering van de opheffing van de slavernij uit sinds 1863. En Richie komt ook naartoe. Richie komt ook. Nou, we zijn compleet. Richie. En Floortje is even locatie aan het delen met vrienden. Maar wij hebben alles aan de wagen gehangen. En hier is het Oosterpark, daar is het Katie Gottlieb Festival. Floor, cheers, hè? Cheers! Jongens, oh, we hebben het er net over. We zijn dus we vonden het heel leuk om naar Katie Gottlieb te kunnen. De sfeer daar is geweldig. Het belang ervan vinden wij gaaf. De locatie, de muziek, het eten, de mensen. Dus ik had Sydney om 4:15 opgehaald uit de opvang. Eten meegenomen, naar Floortje gefietst, samen naar Oost gefietst. Zij was daar heerlijk aan het rondrennen, aan het spelen en zo. Maar ik denk dan altijd van ja, zij gaat dan dus, ja, hoe laat is het? Om 9:00 naar bed in plaats van 8:00. She went an hour later to bed. Dan ben ik altijd bezorgd van, is dat nou erg? Terwijl ik zie haar gewoon genieten en dan denk ik van ja. Ik voel me heel chic vandaag, want ik heb natuurlijk een soort nette broek, nette schoenen, net shirt. Ik heb een paar prachtige dingen weer gevonden bij Gideon. Ik was dus even met Sydney en Anna. Heerlijk op zondagochtend. Normaal ben ik altijd door de week, maar dit was ook gewoon ja, lekker rustig nog. Vroeg waren we natuurlijk. Dus ik ga even laten zien wat ik heb gevonden. Wat Anna heeft gevonden hebben jullie al gezien. Die jas.
Zo, lekker jas. Ik ging even met dit. Deze heb ik natuurlijk laatst gekocht met Amy in Naarden. Alleen ik ben hem helemaal vergeten te laten zien. Jullie hebben hem al op beeld gezien. Ik ga hem niet zo, nee. Dit is niet de stijl die ik voor ogen heb. Maar ja, dit is gewoon een heel lekker easy vestje. Heerlijk. Zwetvest, een hoodie. En van Champion in maat large. Met van die mooie tapebanen op de sleeves. Het enige probleem is de runner en de poeler zijn kapot. Nou, de poeler eigenlijk alleen. Kijk. Dit dingetje is de runner. Die werkt gewoon nog helemaal goed. Alleen de poeler, dat dingetje wat er normaal aanhangt, is eraf. Dus ik ga even naar de kleermaker straks. Ga ik vragen of die dat heeft liggen. Want dan gaat dit hele ding er wel af. Kijk die banen. En hij is dus ja, stevig. Hij is compact, maar niet zwaar. En niet dik. Dan nog een droom item. Ik heb het al even gewassen. Champion broekje. Het Garment Dye Look. Maar hij is... Kijk, het is bijna memory nylon. Dit is echt Stone Island waardig. Hè? Stone Island heeft natuurlijk de allervetste, nieuwste, innovatiefste materialen altijd. En zij hebben echt dit soort materialen. Zo mooi. Maar ik ga even het binnenbroekje eruit knippen. Zo'n gaasje in. Die hebben we niet nodig. En dan ga ik hem aantrekken. Hè, hoe compacter de garen, hoe beter dan de stand is. Ja, perfect licht. Een heel cool, ja, crispy materiaal. Nou, sporty natuurlijk. En ik hou van die contrast stitching. Dit vintage vestje. Hele schattige velour met pasteltonen. Deze prachtige tweed-achtige blazer. Ik heb hem al even gewassen. Ik kom gewoon in de wasmachine. Ik weet niet of dat het beste was, maar... Het zag er niet uit alsof het helemaal fout kon gaan. Kijken of ik hem hierbij kan. Dan heb ik nou ook een hele outfit. Oh ja. Was? Oh, dat vind ik wel lekker hoor. Zo'n hoodie onderkant. Dan maak je me gelukkig. Ja, want dan kan ik het goed combineren. Want het was makkelijk. En hij heeft zakken. Ja, ik zie dit dus. Omdat het een wat nettere blazer is door die schouderdetails. Dus hier loopt een heel mooi pand en een plooi. En het materiaal is een beetje Chanel-achtig. En dan gecombineerd met zo'n hoodie. Dit zou een hele look kunnen zijn, maar het wordt nog beter. Deze tas. Helemaal met de hand geborduurd. Dan heb ik gewoon echt een outfit. Ik ga zo naar buiten vandaag. Ja, leuk toch? Ik ga deze ietsje korter maken. Jongens, super leuk dat jullie weer hebben gekeken. En een hele mooie dag gewenst. Doei!